En ik ben even bij u met een vloggie. Want vanavond is de uitreiking van de televisieprijzen. Zo is Ilse Warringa weer genomineerd. Nogmaals weer voor beste actrice. Nou, heel terecht. Kan Ilse natuurlijk heel goed. Hè? Ze heeft ook nog meegezongen op mijn hitsingles Rio. Rio! Oh, en Maak geen bonje als het kerst is. Vorig jaar hebben ze hem ook gewonnen, heel terecht. En ze is weer genomineerd. Maar daar kennen we helaas niet meer voor stemmen. Waar u nog wel voor kan stemmen, en daar gaat het nou om, is voor Château Meiland. Want die ben er genomineerd voor de televisie Ring. En daar kan nog voor gestemd worden. Ik zou het vreselijk leuk vinden als ze hem zouden winnen. Want wat is dat een hardwerkende familie. Maar ook allemaal, stuk voor stuk. He, ik bedoel, natuurlijk, ik ben groot fan van Martien. Met ze wat goed. Maar vlak de ander ook niet uit, hoor. Erika, rots in de branding. Die draait nergens de hand voor om. Die had ik best graag als schoondochter willen hebben. Carolien, ja, ze is er nou uit. Maar ook een topwijf. Dochters Montana en Maxime en de kleine Claire. Het zijn allemaal keiharde werkers. En ik zit er altijd van te genieten. Dus het zou meer als verdiend wezen als ze zouden winnen. Maar dan moeten we wel stemmen. En dat kenden ze nog wel. Vorig jaar had de luizenmoeder natuurlijk moeten winnen. En die won niet, omdat iedereen dacht, nou, er zijn zoveel mensen die daarvoor stemmen, dat hoeven wij niet te doen. Ja, daar ga je de fout in. Dus ga nog gewoon stemmen, want dan ken het nog. Hè, en dan gaan zij met die mooie prijs naar huis. Ze hebben het meer als verdiend. Dus mensen, ik zeg, stem lekker op Château Meiland. Kijk vanavond. Ilse Warringa, familie Meiland. Ik zou zeggen, veel succes vanavond. En ik ga beslist kijken. Ik zeg, van dat gemaakt.